hallo, Megianne-mannetje hier. Dit is aflevering 101-2 van Minecraft Megianne-mannetje. Leuk dat je kijkt. Vandaag ben ik hier samen met Zombie Killer. Hallo. Yo, zombie. En wij gaan heel toepasselijk een zombie XP farm maken. Ja. Dus zombie, wat gaan we doen? Ik denk dat we eerst beginnen met de kleine pijp waardoor die leidt naar zo'n ding dat we ze veilig kunnen killen. En ja. Ja, en dit moet natuurlijk even wat groter, hè? Want het is 8x8 geloof ik, heb je nodig. Denk wel, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dan moet er dus sowieso één muurtje uit. En dan... Ja. Nou ja, de bodem moet weg, dus laten we eerst maar gewoon wat gaan hakken. Doe jij de bodem, druk de muren. Oké. Ik weet niet hoe snel jouw pick is, maar ik heb een efficiency 3. Ik had 4. Gewoon een ei. Zo. Goedemorgen. Nee. Stenen. Ah, dat gaat lekker snel dus. Ja. Wat kaarsjes ophangen. Ja, misschien wel veilig. Ja, lijkt me ook. Zo, nou het gat is gemaakt. De vloer ligt erin. Nu hebben we alleen te weinig... Hoe heet dit spul eigenlijk? Bricks? Ja, stone bricks. Dus die zijn we even aan het bakken en dan maken we een mooi muurtje. En dan is de bedoeling dat zo het water vanaf hier naartoe loopt. Zombies spawnen, vallen hier zo in het water. En dan spoelen ze weg. Dus als dat zover is, komen we bij jullie terug. Nou heb ik ondertussen hier al een waterstroompje gemaakt. Ja, volgens mij moeten ze daar ergens uitkomen, lijkt mij het beste. Ja. Ja, moet die 24 omhoog? Of zoiets? Ja, dat wordt lastig. Weet wel hoe je ze naar beneden krijgt, maar niet echt omhoog. Oh, het lijkt me ook misschien wel handig om de chat uit te zetten. Ja, ik heb hem al uitstaan, dus ik heb daar geen last van. Ah, oké. Nou, ik wel. Ja. Chessbot, die blijft maar eten vragen wat we aan het doen zijn. Oh ja. Dat is wel irritant. Ja, daarom heb ik hem uit. Ja. Dan zie je dat ook de hele tijd door het beeld heen. Dat is ook, Ja, dat leidt ontzettend af. En, ja. Dat is misschien ook een beetje privacy. Dat ook. Zo. Nou, het schiet al op, hoor. We zijn al bijna klaar. Ja. Dus als je kaarsjes weghakt en hier wat water laat stromen, dan... Komen ze daar aan. Ja. Alleen nog naar boven en dat is een probleem. Ja, is niet zo moeilijk. Zo, nou, het water stroomt hier. Dan gaan we... Hebben we bordjes nodig? Die heb ik hier in zo'n kistje gestopt. Ik heb nog één bordje. Oké. Okay. Zo... Ja, weet iets of niets. Dat is altijd zo. En die prikken we dan gewoon hier. Ja. En daarboven moet water. Oh, die moet weg. Oh. Er moet... Oh, shit. Ik ga wel even aan de kant. Ja, dat water stroomt naar jou toe. Ja, die kan ook eigenlijk wel weer weg nu. Voorlopig. Zo, heel irritant. Oh. En daar zetten we... Daar een bordje neer en dan daar wat water op. En spoel zo met een zombies springen namelijk in het water, dus ze springen zo telkens omhoog. Ja, en omdat een hoofd dan in dat water terechtkomt, dan kunnen ze alweer omhoog. Moeten ze omhoog. Ja, komt opeens ook in mond, dat ik op YouTube gezien. Oké. Op zich handig. Toch niet op een ander kanaal, hè? Zeg je? Toch niet op een ander kanaal, hè? Ja, heel soms. Voor jou keek ik toch wel het meeste. Maar goed zo. Vanaf het begin al gevolgd. Oh, dat is zonde.
Ja, wat ik doe is ook niet super handig. Maar goed. Ja. Oh, ik heb alweer 48 blokstenen. Dus. Oh, dat schiet op. Ja. Eigenlijk nog één klein vraagje. Met welk programma neem je je video's op dan? Met Fraps. Met? Fraps. Fraps. Oh, oké. Okay. Ken ik niet. Maar die wordt wel veel gebruikt. Oké. Okay. Ja, ik dacht ja, het zou misschien ook wel leuk zijn als ik video's zou maken, maar ik dacht ja, ik weet niet hoe ik mijn beeldscherm moet opnemen. Nou ja, met dat programma dus. Ja. En die neemt dan alleen het, het venster op van Minecraft. Ja. Als je het in een venster speelt. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Kan je ook gewoon zo naar boven lopen? Oh, ik zat dood van honger. Denk, hoe ga je me nou slaan, maar... Nee, ik dacht dat jij mij sloeg door dat geluid. Huh? Ja. Ik dacht even niet dat die honger had, dus... Oké. Okay. Kan je nog wat bordjes maken misschien? Wat? Bordjes? Ja. Want ik gebruik een techniek waardoor je iets te veel nodig bent. Ik heb er al 16 voor je. Oké, okay, cool. Oh, je hebt... Ja, ik ben een verdieping hoger gegaan. Ja. Als je wat zou kunnen zakken, dan kan ik ietsje geven. Ja, ik kom er zo aan. Oké. Okay. Hey. Hey. Thank you. Gooi ik ze nou naar beneden? Nee, ik heb ze. Oh, oké. Okay. Twee emmertjes. Oh, mooi. Ze zijn gewoon wizards. We laten gewoon alles vliegen hier zo. Ja. It's just amazing. Ik heb weer het kool in gestopt. Dat lag hier ook boven. Oh, oké. Okay. Okay. Een van je opnames zegt zo kut, weet je wel. Dus weet ik er, iedereen zo, ja, geef niet, je scheldt nooit en zo. Dus ik zat helemaal dubbel gewoon. Ja. En zoals ze heel erg wat zei of zo. Ja, ik hou er wel een beetje rekening mee, maar... Ja, dat wel, maar... Soms. In video's kan je niet van lot lopen schelden natuurlijk. Nee. Zijn mensen ook niet blij met je video's? Tadaa. Echt niet. Oppassen dat je niet naar beneden valt hier zo. Oh ja. Vul het wel even op. Oh. Dank je.
Wil je een stapje naar voren doen? Ja, yep, thank you. Nog even een stukje. Oh, ja, ook goed. Ja, ik dacht dat je dat al van plan was. Dus. Ja. Ja. Anders gaan ze hier rondlopen en dat is ook niet de bedoeling. Nou ja, en hier komt die, loopt die waterpijp. Ja. Ik ben de tel een beetje kwijt. Zeg je? Ik ben de tel een beetje kwijt, dus ik weet niet hoe hoog die nou is. Oh, ik ga wel even tellen. Ik zal wel de aantal... Plank, ja, of plankjes, of waterdingetjes. Ja, 1, 2... Nou, ik tel het water wel, dat is makkelijker. Nou, dan val ik naar beneden. Ik tel er 10, maar... 10, dus dat zouden er 20 zijn. Ja, dat is ongeveer de helft nog. Ik kan ook even op F3 drukken, natuurlijk. Ik weet niet zeker of het 10 zijn, maar ik tel 10 water, dus... Oké. Okay. I-19. Oké. Okay. En... Ach. Ikiduki is verdwaald. Ah. Zielig nou. Ja. Dat doet hij altijd. Dan des. Maar ja. 41 min 19 is 31, 22. Moet er nog 2. Oh. Oh, shit. Huh? In de kelder kijken. Nou, is niks veranderd. Zo mooi. Nou, deze ook kant... in de grond even gevuld, want anders blijven ze daar staan, kunnen ze niet naar boven. Nee, dat moet natuurlijk wel. Ja. Ik snap er niks van. Mijn honger gaat de laatste tijd echt te snel gewoon op. Oh. Ja, ik heb alleen 2 giftige appels bij me. Aardappels. Ja, die zou ik niet opeten. Nee. Hier. Dank je. Alsje. Zo. Kan ik ook niet meer doodvallen? Nee, is toch altijd lullig. Mm. Nou, hup. De laatste immertjes. Daar water, dan spoel je hierheen. Oh, ik loop een beetje hier weg. Nee, geen goed. Dan moet hij... Op water weer. Zo, dan moet hij 8 vooruit. Tot hier, hier naar beneden. Zijn ze dood. Yep. Hoeveel naar beneden? 23. Oké. Okay. Zoiets. Oh, dan kom ik zelf niet meer naar boven. Of zit daar een kamer beneden of zo? Ja, doe dat maar. Ik weet niet of daar een zit, maar maak daar een. Oké. Okay. Dan graaf ik wel iets naar je toe. We kunnen een tijdelijke ladder maken. Ja. Oh, ik kom in een... Oh, laat maar. Dat is van hier beneden. Even niet praten, want anders ruikt het telkens wijn. Dat is irritant. Hey, zo, daar valt zombie uit de lucht. Hij is niet helemaal op de goede plek, zombie. Ik denk dat dan die tunnel daarboven... nog wat verder naar voren moet. Ja, ik denk dat we hier achter gewoon een kamer maken. Ja. Met u gewoon even uitkomen. Misschien met een deurtje hier achter voor als er wat kapot is dat we naar kunnen kijken. Ja. Lijkt me wel handig. Niet verkeerd.
Dan graaf ik hem iets verder en dan kijk ik even verder. Waar zit hij dan? Oh. 1, 2, 2. Ik graaf hem op de vierde. Nee, derde. Ja, het lijkt langzaam, maar ze gaan aardig snel. Alleen wat ik hier zie, dat ze daar, als ze naar boven willen gaan, dat ze daar wel aardig lang over doen. Oh, sorry. Nee, geeft niet. Je bent ook onzichtbaar. Ik log even uit en in. Oh. Hup. Kijk. In de kaars kan ik weer komen. Dat is zo irritant. Nou ja, zo respawn in ieder geval. Ja, volgens mij doet hij het wel goed. Nou kijk, daar gaan ze. Kijk, volgens mij hartstikke goed. Alleen deze deur moet denk ik weg, want er komt wat licht vandaan. En daar staat al één op ons te wachten. Kijk, of komt dat licht ergens anders vandaan. Nou ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Zoals je kunt zien, werkt die nu eindelijk. We hebben nog ontzettend veel moeten veranderen. Dat was allemaal niet helemaal goed. Dat is het vervelende als je een foutje maakt in zo'n pijp omhoog. Dan moet je ontzettend veel werk verzetten om dat weer te corrigeren. Maar dat is ons uiteindelijk gelukt. Zonder hierbij. Dus daar ben ik zeer tevreden over. Helaas is Zombie verdwenen. Die had wat andere dingen te doen. En ik heb de indruk dat deze nog iets te goed werkt. Dus zet ik hier nog even een blokje neer. Om te kijken of we dan wat meer blijven leven. Want dan kan je ze gewoon doodslaan. En dan moet dit hok denk ik maar wat omhoog. En zoals je waarschijnlijk weet is het werkzaam spawner alleen. 4, 5. Als je binnen 16 bloks bent van een van de spawner. Dus dit zijn er 5, 6, 7. 8, 9, 10. Dus dit is een perfecte plek op zich. Zo, hoppakee. Deurtje weer dicht. Nou heb ik de indruk dat het niet de allerbeste tutorials die ik ooit gemaakt heb, maar ik denk wel dat je een idee hebt gekregen van hoe het moet. Mocht dat zo zijn, laat dan een like achter. Of abonneer je op mijn kanaal. Of ga naar mijn Facebookpagina en like daar dit filmpje. Vind ik ook leuk. Ik wil je in ieder geval bedanken voor de aandacht. En hopelijk ben je de volgende keer weer. En misschien ga ik dan nog iets doen met deze spawner. Of we doen heel iets anders. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar goed, dat zie je dan weer. Nogmaals, dank voor de aandacht. En tot de volgende keer. Later, doei doei.